Dag kijkers en luisteraars en van harte welkom bij aflevering 73 van TBN Jipide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt. Het programma waar u anderen kunt helpen in de gemeenschap. De mensen die aflevering 73 wederom tot een succes hebben gemaakt, dat is dan mevrouw B. Mohan Mullah. Deze mevrouw is van de Wallapastraat, de Bloemendaal, en deze mevrouw die is er 70 jaar geworden. De felicitaties aan mevrouw B. Mohan Mullah en ook nog de beste wensen. Ik zei het al, mevrouw P. Mohan Mullah is 70 jaar oud geworden en zij heeft er gemeend om een aantal gezinnen blij te maken. En daartoe heeft zij dan een aantal pakketten gedoneerd. Nogmaals, onze hartgrondige dank. Onze dank gaat ook uit naar de heer Aziz Kedu, die op 21 mei jarig is geweest. Meneer Kedu, die heeft er enveloppes met inhoud en ook nog zakken rijst gedoneerd, waarmee wij tal van families blij hebben weten te maken. Ook de felicitaties aan meneer Aziz Kedu en ook nog onze hartgrondige dank dat u voor TBN Jipide hebt gekozen, zodat de mensen via TBN Jipide aan deze spullen zijn gekomen. Daarnaast hebben we een aantal andere donateurs gehad. Ook onze hartgrondige dank aan deze personen voor uw bijdrage. Wij begrijpen allemaal, het is een moeilijke periode waarin we nu zijn. Periode van COVID-19, maar ook met onze sociaal-economische situatie in het land gaat het niet allemaal zo geweldig. Maar toch zorgt u ervoor dat u anderen helpt in de gemeenschap. Allemaal prijzenswaardig, vandaar onze hartgrondige dank. Ik zei het al, dit is aflevering 73, allemaal mogelijk gemaakt dankzij jullie allemaal. Heel veel kijkplezier. Met de complimenten van de familie B. Mohan Mullah, en dat is dan ter ere van de 70ste jaardag van mevrouw B. Mohan Mullah, doneren zij aan wat gezinnen. Vandaar dat we dan ook thuis zijn bij de familie Sarju. En op het moment dat we hier zijn, wanneer we hier aankloppen, treffen we de kinderen aan, als ook de echtgenote van meneer Anand Sarju. Meneer Sarju zelf is gaan dialyseren. En van de echtgenote begrijpen wij dat het de laatste tijd niet zo goed met hem gaat. Hij heeft een hartoperatie gedaan en er zal nu een tweede ingreep moeten plaatsvinden. Maar de dokters zeggen, de artsen zeggen, dat dat zeer riskant is. En daar hij kleine kinderen heeft, dat begrijpen we van de echtgenoten, zegt hij dat hij dan liever de operatie niet wil doen. Maar dan zit hij wel met ernstige pijnen. Dat is heel erg jammer om te horen voor deze familie. Maar we wensen hun het allerbeste en het allersterkste toe. Karen van mevrouw Guman Jamila. Ik had dit vorige week voor je moeten brengen. We zijn geweest, maar jullie waren er niet thuis. En we begrepen net van je moeder. Jullie waren je vader gaan afzetten om te dialyseren. Maar van mevrouw Guman Jamila, zoon Jimmy Kalai Khan. En dit hadden zij voor jou, voor jullie gestuurd, maar jouw naam staat hierop voor Karen. En dat is dan speciaal in verband met Eid al-Fitr, welke nu al voorbij is. Dus mevrouw Guman Jamila, zij is de moeder en zoon is Jimmy Kalai Khan. In verband met Eid al-Fitr voor Karen een enveloppe met 1000 SRD, alstublieft. Dit krijg je. Pakket, rode zak met rijst, krijg je van de familie B. Mohan Mullah. En dit krijg je van een familie die het uit alle liefde geeft, maar zijn naam niet wil op televisie. Karen, wil je deze mensen bedanken? Wil je ze wat zeggen? Ja, heel hartelijk dank voor alles, aan die alle mensen.
God zal ze zegenen en heel hartelijk dank. Ja. En we hebben net van je moeder begrepen, ja, het gaat niet zo goed met papa. Ja, maar je zal hem wel vertellen dat we zijn geweest, hè? Ja, meneer. Ja, en je kijkt goed naar hem om. Ja, meneer. Ja. Is goed herkennen, dankjewel. Ook aan jullie. Heel veel sterkte. Blijf bidden. Bidden helpt heel veel. Dankjewel. En met de complimenten van een aantal donateurs zijn we dan ook thuis bij meneer Isri. En meneer Isri, die is slechtziende. En met de dank aan de verschillende donateurs kunnen we ook meneer Isri dan blij maken met een aantal dingen. Meneer Isri, dik abkhatin pathais bhai Ashish Khedu. Okar janam din he 21 mei ke imana ke jan raha pasa hoi ge 21 mei ke okar janam din raha ar bhai Ashish Khedu ab khat pathais ek envelope met paisa dekhi haath mein le lo ar ihya 10 kilo paloma rice ab khat pathais ga aur iba envelope ehum paisa he I pathais in verband met 75ste verjaardag tweede rijweg ego mevrouw ook er janam din raha 75 jaar kebal tweede rijweg keba oh pathais ab khat ek envelope met paisa ehu bole moi se rakh lio I jon pakket he I pakket pathais family Mohan Mulla I mevrouw B Mohan Mulla ke janam din raha 70 jaar kebal arjun I chota pakket he ehu me he chota dekha he ma eman dher chij he खाई पिए वाला ई पथाइस एक पलवार जो अपन नाम ना मांगे तेफी पे मापन दिल से पथाइस मने इसरी हम जाने थोड़ा ढेर स्पॉन्सर है माजेना स्पॉन्सर है आप माते वो सबके कुछ बोले एकदम सब या जो अपन नाम ना दी सेगा उनको भी और जो पलवार है बी मुल्ला ना उनको भी हाँ मुल्ला मोहन हाँ तो उसको मैं भाई अपने बहुत से हाँ पे धन्यवाद दिला उनको कि हम लोग कैसे ख्याल करेगा हमेशा आपका भंडार भरे रखे कि हम लोग के जिसे गरीब दुखिया है हमेशा हम लोग के याद करते रहे और का बोले कौन खेदू है ना हाँ ये मैंने एक ई एनवेलप पे लिखल बा Ashish Khedu 21 मई के ओकर जन्मदिन रहा उपाइस ई एनवेलप पैसा से और यहाँ 10 किलो चौर अच्छा हाँ सब परिवार खेदू के भी भैया को हम बहुत से धन्यवाद दिला कि देखो जब दुख जियो और आपके बहुत बहुत हम बता हजारों साल जिए कि जब तलक गंगा माई में पानी रहे तब तक भैया खेदू आप लोग के दोनों पानी की जिंदगानी भी इसी रहे और ये वो क्या कर रहा तू इधर है वह के अपन नाम ना मांगे खाली बोले कि वो मफ्राव है और तू इधर है वह के बा और उसका जन्मदिन रहा फेव सी तखियार के भाई अच्छा भी ओके भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान को अच्छा तंदुरुस्त दे फेफन सी तखियार के देखो हो करके वो तो भी हम लोग के देखो याद करी से तो उसको बहुत बहुत हम दिल क्योंकि हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपके दिल में हमेशा रहे जुग जुग जिए हजारों साल जिए हाँ भैया मैंने इसरी दी ही स्टुक फॉर स्टुक Alle donateurs bedankt en de beste wensen dat de Almachtige hun ook mag zegenen. Dat ze hebben omgekeken naar iemand in de gemeenschap die het moeilijk heeft. En dat zijn dan geweest de familie B. Mohan Mulla. Deze mevrouw is jarig geweest, 70 jaar oud. Deze witte zak hier, dit komt van een familie wiens hart op de juiste plek is. Zij doen dit wel anoniem. En daar hebben we meneer Khedu, die jarig is geweest op 21 mei, rijst en enveloppen. En dan hebben we ook nog een mevrouw van de Tweede Rijweg die een enveloppe met inhoud heeft gedoneerd. Dat allemaal voor de familie Isri. En ik vertelde het al, meneer Isri is slechtziende. Hij wordt ondersteund door een kleindochter, want de zoon die hij had, die heeft hij een paar keer gezien door... getroffen door een beroerte, helemaal bedlegerig. En onlangs is hij dan komen te ontvallen. Hij is dood gegaan. En nu is meneer Isri dan alleen hier in huis. Acha, meneer Isri, halong apke bodhan baad deelo. Aur dekho kap fin se bhet hove.
हम आपके धन्यवाद दिल भैया कि आपके खसवान तेज भगवान इसे बनाए रहे कि आप जो इतना मेहनत करके इतना परिश्रम करके हम लोग के आज देख इतना सेवा सत्कार करो हो कि आपके भी भगवान अच्छा तंदुरुस्त रखे खसवान तेज रहो जुग जुग जियो आप बाल बच्चों के साथ रहो परिवार के साथ इसे आपके पूरे परिवार के हम बहुत से धन्यवाद भी देते हैं आपके बहुत धन्यवाद Wij gedenken ook mevrouw Gayatri. Mevrouw Gayatri, meneer Aziz Khedu is op 21 mei jarig geweest. En meneer Aziz Khedu die stuurt voor u een enveloppe met inhoud, alstublieft. En van hem krijgt u ook nog een zak rijst van 10 kilo. U krijgt verder van een mevrouw en haar gezin in verband met verjaardag op 30 mei, nogmaals, van een mevrouw die anoniem is en haar gezin in verband met verjaardag op 30 mei, van haar krijgt u 200 SRD. Deze hier krijgt u van een familie die ook anoniem wil blijven, maar ze geven het met alle liefde aan u. En dit komt van mevrouw B. Mohan Mulla, nogmaals, mevrouw B. Mohan Mulla. Zij is van de Walapastraat en dat is dan te Bloemendaal. En deze mevrouw is ook jarig geweest, 70 jaar. En zij stuurt een pakket voor u met levensmiddelen. Wilde je wat zeggen, mevrouw Gayatri, aan alle mensen die wat voor u hebben gestuurd? Ja, ik wil iedereen bedanken die mijn pakket heeft gestuurd en die geld heeft gestuurd. Heel hartelijk bedankt en voor uw verjaardag ook. En die andere wil ik ook, Aziz Khedu ook. Op, die was verjaardag geweest op 21 mei. Heel hartelijk bedankt voor die donatie. En die andere is anoniem. Die wil ik ook heel hartelijk bedanken. En verjaardag wil ik ook groeten. En allemaal veel. U moet allemaal goed vieren uw verjaardag. En heel hartelijk bedankt voor alles. Ja. En u zei, het gaat niet zo goed met u. Wat is er? Ja, dat been is opgezwollen en kan niet meer goed lopen. Als ik die slippen draag, dat ook niet. En hoe lang is die al opgezet? 2 maanden al. En door blijf ik bij de dokter gaan. Maar wat is de reden? Wat zegt de dokter? De dokter zegt, het gaat gewoon blijven zo. Of misschien ga je meer ziek worden. Dat kan ook. Ja, medicijnen drink ik ook zoveel, zoveel. Ja, 18 mei moest ik gaan, maar ik heb die medicijnen nog. Okay. Dan ga ik deze week, als het goed is, okay. Weer academisch ziekenhuis. Maar u zei lopen gaat heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Okay. Mensen hebben mij geholpen. En mensen hebben dingen ook gezegd. Misschien als je zo doorgaat, dan ga je ook meer ziek worden. Als je zo gaat door blijven zitten op één plaats. Okay. Ja. Boven is het ook zo moeilijk. En mijn tv doet het ook niet. Gisteren. Ik heb iemand geroepen om voor mij te maken. Okay. Ja. Goed, mevrouw Gayatri, dank u wel hoor, dat u ons hebt willen ontvangen. En dat u ook dit alles in ontvangst hebt willen nemen. Ik zou zeggen, let op uw gezondheid. Ik hoop dat alles toch goed met u gaat. En graag tot de volgende keer. Ja, is goed meneer. Ik bedank u ook allemaal. U en dingen. Meneer Raad ook voor het komen. Heel hartelijk bedankt. Ook mevrouw Kamlawati Jinku gedenken wij met alle donaties die we hebben gehad. En we zijn al deze donateurs dan ook zeer erkentelijk dat ondanks de situatie in het land, zij anderen nog blijven gedenken. Dank gaat uit naar Aziz Khedu, die op 21 mei jarig is geweest. En meneer Aziz Khedu, die doneert een enveloppe met inhoud en ook nog een zak rijst. Verder hebben wij een mevrouw die anoniem wenst te blijven en de donatie doet ze samen met haar gezin. En deze mevrouw is jarig geweest op 30 mei. En zij doneert ook een enveloppe met inhoud. En dat is dan 200 SRD. En dat is dan voor mevrouw... Namwaka is het? Kamla Jinku. Ja, voor mevrouw Kamla Wati Jinku. Mevrouw Jinku, ik doe je enveloppe op. Wat jouw levensmiddelen. Ik
chota plastic zak mee op deze ego paloar op een naam na mange tv pe op een deel se pat huis ar jon lal plastic mee he rode plastic zak mee op pat huis paloar B Mohan Mulla mevrouw Mulla ke janam din raha 70 jaar ke bedank hai ga sabke bedank hai ga sabke bedank hai ar ab kaise baat hai hum thora moi bati mathan dua sab gorwa pira hai acha ab dekho to kindia kaise dekha अच्छा थोड़ा झुरान ऊपर अच्छी है पीछे को हैक देंगे अच्छा सो फील या deze mevrouw die heeft dankzij hulp uit de gemeenschap nog haar operatie kunnen ondergaan aan haar knieën. Zware operatie, maar we zien dat ze het nu een stukje beter maakt. We zijn toch blij dat er nog altijd mensen zijn in die gemeenschap die blijven helpen, die blijven gedenken. Ook mevrouw Sadhana Dharampal en gezin gedenken wij namens onze donateurs. En mevrouw Sadhana Dharampal, die krijgt er van meneer Aziz Khedu. Mevrouw Dharampal, meneer Aziz Khedu is op 21 mei jarig geweest. En hij stuurt voor u een enveloppe met inhoud, alstublieft. En ook nog een zak rijst van 10 kilo. Verder krijgt u ook nog een enveloppe van een mevrouw en haar gezin. Deze mevrouw wordt op 30 mei jarig en zij wenst ook anoniem te blijven. Ze wil de naam niet op de radio en op de tv. En van deze mevrouw krijgt u 200 SRD. Deze rode tas, zak met inhoud, levensmiddelen en ook nog rijst, krijgt u van mevrouw B. Mohan Mulla van de Walapastraat. Deze mevrouw is 70 jaar geworden en ze heeft gemeend om wat gezinnen blij te maken. Dus de levensmiddelen krijgt u van haar. Dit krijgt u van een familie die ook anoniem wenst te blijven, maar ze hebben hun hart op de juiste plek en zeggen dat we dit graag moeten geven aan wat families. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ik wil ze bedanken voor de donatie. En een fijne dag verder. Ja, en u bent mevrouw Dharampal. Met wie woont u hier? Met mijn vier kinderen. Oké, u bent moeder van vier kinderen. Jongens en meisjes? Ik heb drie jongens en een meisje. Grote kinderen of kleine kinderen? Zijn tieners. Oh, zijn allemaal tieners. En uw echtgenoot? Hij is al overleden. Oké. En ik neem aan dat u werkende bent? Jawel. Oké. Ja, dus u hebt de zorg over de kinderen. Ja? Nou goed, mevrouw Dharampal, ik zie dat u een beetje zenuwachtig bent. Maar dit is niet dat we u lastig vallen hoor, of dat we u bang maken. Het is gewoon dat de donateurs toch graag willen weten aan wie we hebben gegeven. En we zijn ook blij dat wij u hebben kunnen helpen. Ik hoop dat u toch blij bent. Nogmaals bedankt voor de mensen die me voor me hebben gestuurd. Nee, dat hebben we graag gedaan. Ja, dank u wel. Ook zijn we dan thuis bij mevrouw Gaitri en gezin. Ze is moeder van vijf kinderen. En mevrouw Gaitri, die krijgt er namens onze donateurs dan ook wat zaken mee. Mevrouw Gaitri, meneer Aziz Khedu, ke janam din raha, 21 mei ke. Meneer Aziz Khedu, op gaat pat huis een enveloppe met inhoud, alstublieft, of dit, een zak rijst. Tja, dus meneer Khedu, Aziz Khedu, enveloppe en een zak rijst. Aar i pat huis, ik ga mevrouw, op een naam namang het TVP, maar ze heeft het gestuurd op het huis op een gezin zat. Ook al genoemd in het 30 mei. Op het huis 200 SRD. Beleke kusme lagalio. I doen hier, i pakket. Met levensmiddelen. En ook nog 5 kilo rijst. I pat huis op het in. Palwaar Mohan Mulla. Mevrouw B. Mohan Mulla. Walapastraatke. Bloemendaal, mevrouw Mohan Mulla is 70 jaar geworden en dit heeft een familie gestuurd. Uw familie nam aan een naam TVP, maar een deel is het helpen. Maar ik heb een mooie gebruik geleerd. Je bent een sponsor, hè? Kus maar te bolle. Ja, ik wil de familie doen. Nogmaals feliciteren. En
al die dingen wat ze hebben gestuurd, dank u wel voor die dingen. Ja. Ja. En hoe is het met u en de kinderen? Gaat goed, meneer. Het gaat goed. En de school zou beginnen op 1 juni, maar misschien begint het nu op 8 juni. Zitten kinderen van je in de examenklas? Ja, de twee meisjes van me. Meisjes van u zitten in de zesde klas. Oké, dus als alles goed is, betekent dat ze vanaf 8 juni dan weer naar school moeten gaan. Ja, ja? Zeker. Oké. Is goed hoor, dankjewel. Ja, dankjewel. Ook gezin Anita Jawahir gedenken wij. En mevrouw Jawahir, die is moeder van 3 kinderen, hè? Ja. 4 kinderen, oké. Mevrouw Jawahir, u krijgt namens de heer Aziz Khedu. Hij is op 21 mei jarig geweest. En deze jarige, meneer Aziz Khedu, heeft gemeend om u blij te maken met een enveloppe met inhoud. En van hem krijgt u ook nog een zakrijst van 10 kilo. Verder krijgt u van een mevrouw en haar gezin, die anoniem wenst te blijven. Deze mevrouw is op 30 mei jarig. Van haar krijgt u een gesloten enveloppe met 200 SRD, alstublieft. De rode zak hier met levensmiddelen, dat krijgt u van de jarige mevrouw Mohan Mula. Deze mevrouw is 70 jaar geworden en zij heeft samen met haar zoon gemeend om het gezin blij te maken. En u ziet de witte, deze hier. Dat krijgt u van een andere familie met hun hart op de juiste plek. En zij hebben ook wat levensmiddelen en lekkernijen voor jullie gestuurd, zodat u dat met uw kinderen kunt gebruiken. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Jawel, ik dank ze heel hartelijk. God zal hun belonen hiervoor. Het is van harte welkom. Ik zal er heel goed gebruik van maken. En deze donaties van beide personen, ik bedank ze heel hartelijk. Het is van harte welkom en God zal ze belonen hiervoor. Ja, hoe is het met u en uw kinderen? Wel, we maken het, de kinderen maken het heel goed. Ik ben een beetje aan de zieke kant, mijn arm. Maar ik word nog geopereerd eraan, ongeluk. Dus hopelijk komt het weer goed. Ja. En ik dwing u niet, maar uit alles leren andere mensen ook wat. Ja. Mevrouw Jawahir, misschien zijn er ook nog andere mensen, andere vrouwen die misschien in eenzelfde situatie zijn. Wilt u uw verhaal even delen, wat er precies met u is gebeurd? Nou, ik zal het even kort houden. Ja, ja. Ik leef al 15 jaar met mijn man in concubinaat. Ik ben niet getrouwd met hem, daarvoor was ik al getrouwd. Ik heb een vorige kind. En mijn man is een drugsverslaafde, levens alcoholverslaafde ook. Hij gaat altijd tekeer. Hij is echt niet geschikt voor het gezin. Dus heeft hij mij in dronken toestand echt een kapverwonding toegebracht. Zoals u kunt zien, de hechtingen zijn binnen en buiten. Het is wel genezende, maar mijn vingers werken niet meer. Ik word nog geopereerd. Ik ben verwezen naar de chirurg. Ik word nog geopereerd, maar of het nog gaat werken, dat is nog de vraag. En hoe lang terug is dit gebeurd? 1 maand. Mm-hmm. Een maand terug. Okay. Ja. Dus vandaar dat ik heel erg dankbaar ben met alle donaties dat ik krijg. Want u kunt voorlopig niet meer werken? 1 maand kan ik niet veel. Ja, die kinderen helpen mij zo een beetje in het huishouden. Maar het zijn allemaal kleine kinderen. Kleine. Je kan niet zeggen van ze moeten gaan werken om voor een inkomen te zorgen. Ja. Daarom ben ik u dankbaar, weet je. Want het gaat bij mij erom, dat is nou dit programma. Ja. Mensen, u ziet haar situatie. Mevrouw Anita Jawahir, ik ben haar zeer dankbaar en moedig dat ze toch even haar verhaal heeft willen delen. Haar man heeft haar in een dronken bui kapverwonding toegebracht. Als gevolg waarvan zij nu een gapende wond daar heeft gehad. Hoeveel hechtingen? 7 binnen en 5 buiten. Dat is dan een diepe kapwond. Het probleem is nog niet echt ontdekt of wat de zenuwen zijn of wat anders. Waardoor mijn vingers niet werken. Ja. En het is een mevrouw met schoolgaande kinderen, of schoon er nu geen school is. Het zijn kleine kinderen. Alles is welkom dus in deze periode totdat ze weer volledig hersteld is. Vandaar dat we dan wat ze nu al heeft gehad vanuit de andere donateurs, dat we dan die donateurs alvast heel erg dankbaar zijn. U wensen wij beterschap. Maar, en u zegt wel,
een stukje garantie is er. Hij is opgesloten nu. En ook als hij, eruit komt, hij mag niet meer hier. Hij mag niet meer komen, hij moet op 100 meter afstand blijven. Dus ik ben toch geweest voor die beschermingsbevel bij de rechter. En ja, ze vinden dat hij echt niet geschikt is. Nee, maar u moet ook erg veilig, u moet ook op uzelf letten. Ja. Want u weet het nooit met zo iemand. Ja, ja. Heel erg moeten we daarna ook zijn, jawel. Nou goed, mevrouw Anita Jawa hier, zodra er wat meer komt voor u en uw gezin uit de gemeenschap, zodat wij u rond deze periode toch kunnen helpen, dan ziet u ons weer terug, ja? Jawel, heel hartelijk bedankt aan jullie ook en alle donateurs. Van harte bedankt, God zegene jullie allemaal. Mevrouw Sabitri Mahabir is dan ook een van de mensen die we blij maken met de donaties die we hebben gehad uit de gemeenschap. En zo gaat onze dank uit naar meneer Assis Khedu. Mevrouw Mahabirte, ja, mevrouw Sabitri. Meneer Assis Khedu, ook er genam din raha, 21 mei, u opgaat pathuis ik envelop. Paisa, iemand he? Or, die envelop op gaat het huis. Ik heb mevrouw, tweede rij werken, ook rogenam diener ha, 75 jaar heb hel. Ik op het huis heb ik een envelop met geld. Arjun I pakket he, laal plastic me, dek niape. U op gaat het huis, palwaar, Mohan, mevrouw B. Mohan Mulla. Mevrouw Mohan Mulla, behal 70 jaar. En mevrouw Mohan Mulla, hij Walapastraat, Bloemendaalke. John meneer Assis, Khedu he, u deze toch een envelop, ar u John Chorwa dekhe, u deze meneer Khedu, ar i ap khat pathais, ek palwaar, apan deel se pathais, u apan naam na mange, maar bole, jena chich emen he, ap, ठीक से खबर कर लियो जना स्पॉन्सर है मफरा सबित्री कुछ माते बोले अच्छा बहुत धन्यवाद भगवान बनाए रहे सुखी फल ले Mevrouw Sabitri brengt haar hartgrondige dank uit aan alle donateurs. Ze bedankt allemaal in één keer en ze geeft aan heel erg dankbaar te zijn dit alles te hebben mogen ontvangen. Tja, mevrouw Sabitri, vind je het hoi? Dank je wel. Mevrouw Jagdeel, die wordt er ook bedacht door de donateurs en van Assis Khedu in verband met zijn verjaardag op 21 mei, geeft meneer Assis Khedu een enveloppe met inhoud aan mevrouw Jagdeel. Mevrouw Jagdeel, die is naar voor jou. En rijst, 10 kilo rijst, je krijgt u ook van, je krijgt toe pauwe. Ik herhaal ze, abi ik pat huizen, meneer Assis Khedu, door gaat envelop en een zak rijst. Or i envelop pat huizen, ik heb mevrouw tweede rij werken in verband met 75ste verjaardag. Nogmaals, in verband met 75ste verjaardag, tweede rij weg van een mevrouw. Alsjeblieft. I pathuis, ik palwaar, jona pa naam, TV pa naam hangen, maar deel se pathuil. Bole man jena chich he, ap gebruik al yo. Jon i rode plastic zak he, met levensmiddelen. U pathuis door gaat mevrouw B. Mohan Mulla, Walapastraat ke. Mevrouw Mohan Mulla, 70 jaar ke bhal. Jena sponsor he, jena donateurs he. Kus mate bole mevrouw Jagdeel? Ja, bhai. Bhai, bahin, bahut dhanyabad. At unu send one packet gimme. God go bless unu for unu send this. Unu sak unu yet legi for paisa. And God go bless unu, bless we bless ye, bahut dhanyabad. And bless by Ganesh for charing kongi unu. Acha bhai and bahin, bahut dhanyabad. God go bless unu nang kazent. Bahut dhanyabad. Bye. Yeah. Thank you, mevrouw Jagdeel. Ja, en te wan trali si baka. Ja, bhai. Oké, bhai. Bahut dhanyabad, bhai. Mevrouw Mangal, het is na lange tijd dat we weer bij u komen. Ja, hoe is het met u? Het gaat goed.
slecht en ook een beetje slecht. Maar het is al een paar dagen dat ik het een beetje beter voel dan al die andere dagen ervoor. Ja. Dus bijna een week voel ik me een beetje beter. Dus morgens is het wel een beetje moeilijk voor mij. Ik word draaierig, je bibbert, je kan vallen. Maar toch loop ik door het huis het een en ander te doen. En het lukt wel, beetje bij beetje. Ja, met Gods wil ben ik niet meer gevallen. Mevrouw Mangal, we zijn hier met de complimenten van enkele donateurs die wat mensen blij willen maken. Ja. En de eerste is meneer Assis Kedu. Hij is jarig geweest op 21 mei. Ja. En meneer Kedu die stuurt een enveloppe voor u met inhoud. Maar daarnaast geeft hij u ook een zak rijst van 10 kilo. Dat krijgt u van hem. Oh ja. En reis en enveloppen krijgt u van hem. Dit is van een mevrouw die woont aan de Tweede Rijweg. Zij is 75 jaar geworden. En ook van deze mevrouw krijgt u een enveloppe met inhoud. Dit wat u ziet, nee, dat is apart. Dit is van u. Dit wat u hier ziet, krijgt u van een familie die het uit liefde geeft. Ze willen hun naam niet op de televisie, maar dit krijgt u van hun. En wat u hier ziet, dat krijgt u van mevrouw B. Mohan Mullah. Zij is van de Wallapastraat, de Bloemendaal. Zij is ook jarig geweest, is 70 jaar geworden en heeft gemeend wat mensen blij te maken. En we dachten, we moeten sowieso ook bij mevrouw Mangal. Ze hebben ons verrast. Echt verrast, hè, na een hele tijd. Zijn we echt verrast met alle drie mensen. De namen zitten me niet in het hoofd meer. Dit is van een mevrouw van de Tweede Rijweg. De jaren. Is 75 jaar geworden, ja. Wanneer is dat gebeurd? Er staat hier geen datum opgeschreven. Okay, ja. Geen problemen. Oh, mevrouw. Geen naam, anoniem. Oh. Een Hindoestaanse naam, hè? Zoiets is het. Nee, ik heb het naam na, hè? Oh, ze wil anoniem blijven. Oh, anoniem blijven. Mooi zo. Nou ja, ik ben toch blij. Bij God bent u niet anoniem. Daar gaat niemand die anoniem kunnen zeggen, hè? En wij zijn hier om u te bedanken. Ik bedank u en ook gefeliciteerd met uw 75ste verjaardag. Ik ben nu 79 en u bent 75. Volgend jaar, laat me niet zo over volgend jaar praten. Want misschien haal ik het niet. Nee, dat is een godshande. Ja, en ik begin direct over volgend jaar te praten. Ja, zou ik 80 worden als ik in leven ben? Dan word ik 80. Maar mevrouw, ik dank u voor het doel dat u hebt gehouden in uw hart. Dat u een dagje mensen gaat verrassen. En u gaat geven wat u kan. Wat u kan missen aan de armen. En dat is heel mooi. Dat u wanneer een halve brood hebt, wilt u een vierde deel van dat brood ook aan een ander geven. En dat voelen wij ons zeer, zeer prettig. Hè? Dat we zulke mensen ook hebben in ons land. En verder mogen God u bewaren, beschermen tegen elk ziektes, gezondheid, smeek ik tot God. En wanneer ik s'avonds bid, ook voor dat slecht ziekte dat in alle landen bijna is, voor elk een en elk een die hier komt, zeg ik ze, ja, we mogen niet naar de tempel, dit, dat. Maar blijven jullie thuis met je gezin en neem een kwartiertje maar. En bid tot God, roep tot hem. Dat laat hij Suriname en de rest beschermen. Dat we beschermd bewaard blijven voor dat moeilijke ziekte. Dat heb ik altijd gesmeekt en nog steeds goed doe ik dat. Heel mooi gezegd. Wil u wat zeggen aan mevrouw Mohan Mullah? Oh ja, Mohan Mullah was jarig, hè? Ja, zij was jarig. Ze is 70 geworden. Oh ja, dank u. 70 jaar, Anodjoude. Maar geweldig. Maar nog steeds denkt aan de armen. Aan de armen, ze wilden ons verrassen en we zijn echt verrast van haar. Echt blij, want alles wat we kregen. Groot is de Heer en groot zijn zijn zegenen. En ze ontvangt alle zegenen vandaag en in de komende dagen, komende jaren. En mogen zij ook bespaard blijven van alle moeilijke ziektes. Haar kinderen, haar hele familie.
En ik dank haar dat het geschenk wat we kregen. We zijn echt blij ermee. Echt blij ben ik. En dankbaar en blij om te horen dat u heel dankbaar en blij bent, mevrouw Mangaal, om dit alles te ontvangen. Ja, ja. We zijn blij en dankbaar om u te zien. Ja, uw stem is nog steeds erg krachtig. Ja. Ondanks dat u ziek bent, heeft u een zeer krachtige stem. Ja, dat houdt ons allemaal wakker. Ja. Uw boodschap is ook allemaal duidelijk. We bedanken u, wensen u heel veel beterschap toe en zeggen graag tot de volgende keer. Dank u wel, bhai. En ik smeek tot God om jullie veilig thuis te brengen. En al de drie mensen, alsnog hartelijk bedankt voor alles wat we hier hebben. En s'avonds, hoor me s'avonds. Ja. Ik neem dat op, ja. Ah ja, kan niet bukken, beta. Die kan, ja, dit ding doet me veel pijn. Okay. Ja, ik moet nu tabletten inslikken, straks. En ik dank u nog ook voor alles. Mogen God jullie ook bewaren van alle moeilijke dingen en gezondheid geven. Dank u. Gezondheid dat u zo sterk bent om zoveel dingen naar achteren te showen. Ja. We doen het graag voor jullie, mevrouw Mangaal, en graag voor anderen. Ja, dank u wel hoor. Ook mevrouw Bisoen maken we blij met de goederen die gedoneerd zijn namens de donateurs. En als donateur hebben wij dan meneer Assis Kedu, mevrouw Bisoen. Meneer Kedu, op gaat het huis, ik envelop. Ja. Meneer Kedu, ik heb hem dinsdag 21 mei. Ik heb hem een paisa. Gebruiken je Arjan Uchaur he, 10 kilo wala. O meneer Kedu, John E. Envelop Pathijs, O Abi U Torkhat Uchaur Pathijs. E. Envelop he, Ego Mofroke, O het tweede rijwegke, 75 jaar kebhal, O Pathijs, Abkat ik envelop met inhoud. Alsjeblieft, E. John Chota pakket lele appalak, E. pakket Abkat Pathijs ik palwaar, op een deelse, op een naam namange TVP, maar bele ik heb moois gebruiken je. E pakket Pathijs mevrouw B. Mohan Mulla. Mevrouw Mohan Mulla, ik ben hem dienraha, 70 jaar. Ik heb hem een sponsor. Kus mate bole? Ja, ik heb hem een baat deila. Ik heb hem een keer in Sahara karal kare. Aur film konchi boli are hum log bhi garib baat hila. Ja, mevrouw Bisoen laat alle donateurs bedanken. Zij geeft aan dat zij ook sociaal zwakkeren zijn in de gemeenschap en dit allemaal zeer op prijs stellen. Tja, mevrouw Bisoen, bood 75 keer hobe. Ab je 75 keer? Ja, are 2-3 mahina baat hai se. Ja. Ko bunna jana hai. तो वो ही मैं आपसे बोल ले रही थी तब की बोल ले रही थी घरवा करती हूँ तो ये थोड़ा जहीरी नो फेयर हो गए के तो हम सोचे थे कि जनता जरे ही हेल्प कर दे तम ब्रीति रहती मुफ्रा बिसुन खीफ्त आन कौन महीना में प्रसिस Hoi je 75? Oké, okay, mevrouw Bisoen geeft aan in oktober ook de gezegende leeftijd van 75 te zullen halen. En ze geeft aan dat in een voorgesprek zei ze me dat haar huis aan renovatie toe is. En dat de gemeenschap, of ze dan hulp daartoe mag krijgen vanuit de gemeenschap. En toen heb ik aan mevrouw Bisoen gezegd, laten we wachten. Am apse bolerhi, ogollewe, thora or goede momenten pe, thora des met thora... सब चीज मोइस चले लगी तो हम सोचे मने लोगन और मने लोग के ये भी कर सके है घर दो घर के रिनोवेशन से जस ए फ संतोष कर ले मफरा बिसुन ए फ नख संतोष कर ले तब फिन से देखा कोई का होई छ ना आप जो मेर सरक जाए तो हम वही का नाम शिवनाथ के जहां है और मरकवा वही बगलिया रास्ते में बातिला तो पुम जानी फिर द घर हमारा ही omdat kahe kat ghar ke niche pani bhar jaye asap bhi hua chab ko roje hum gairi tab hamar goru lagi se niksal ya agal bagal sab jangal hai na jani manejan kahan hai mevrouw Rosik bhai Assis Kedu ओकर जन्मदिन रहा इन तक मई के भाई असीस खेदु अब खत पथाइस ई एनवलप मेट इन हाउट आर ई जो चौर है 10 किलो के ई वाला ई पथाइस अब खत भाई असीस खेदु
Abkhad hier een envelop hier. Ahmed Shah, Shifania Liaquat Hussein. Arusab Kebeta Safar. Nogmaals, de heer Ahmed Shah, Shifania Liaquat Hussein en zoon Safar. Usab Pathais Abkhad Abiek envelop. Ik ben hier 200 SAD. Bele Ipaisa Abkusmia Bilagalio. I jon pakket he jon hialele haat me I pakket apkhat pathais ek palwar dil se apan naam na mange TV pe aur jon I barka pakket he u pathais mevrouw B Mohan Mulla mevrouw Mohan Mulla ba Walapastraat Bloemendaalke kor jenam din raha se 70 jaar geworden mevrouw B Mohan Mulla wordt nog gefeliciteerd ze is 70 jaar geworden en ook zij heeft dan gedoneerd voor een aantal gezinnen. Jenna donateurs hier, mevrouw Rosiek. Amate, I donateurs nog een keer. Mevrouw Mulla, ik heb heel veel bedankt voor je. Ik heb mijn pakket gegeven. Ik heb een hele dag Mubarak. Ik heb heel veel bedankt voor je. Ik heb mijn pakket gegeven. Heb je nog een donateurs gegeven? Ik wa jon envelop pathais jon e pakket pathais hai sab hi jon pakket pathais envelop bahut dhanyabad hai ga okar bhi ki hum log gareeb bati hum log ke is pakket ko patha dete hum log ke kuch ho ja bahut dhanyabad okar bhi bol diye aur bahut bahut khushiyali bati hum ki hum ke itna cheez pathais hai ja mevrouw Rosiek is alle donateurs mevrouw B Mohan Mulla ook de overige donateurs meneer Kedu allemaal zeer erkentelijk zeer dankbaar dat zij pakket heeft ontvangen, dat ze geld heeft ontvangen en daarvoor bedankt ze ieder. Ze zegt zeer dankbaar en zeer verheugd te zijn dat men ook haar bedacht heeft. En we zijn er dan ook bij mevrouw Sadal, die we dan blij maken met een van de pakketten, een van de donaties. En dat komt dan van meneer Aziz Kedu, mevrouw Sadal, de John He envelop. I envelop op gaat het huis bij Aziz Kedu. Ik had je naam diener ga 21 maken. I envelop, eventje, I envelop, I chowr jonba, I bhai pathais, Aziz Kedu, oké, maar dat kus bola. Acha, bahut dhanyabad okar, bhai ke okar. Ha, aur dekh jon, I pakket he, I pakket ab khat pathais he, na, even, envelop af kar dewa. I envelop he, de heer en mevrouw Ashraf, usabke larkan Rahana, Wahida, Rahina, Rahul en Faisal. De heer en mevrouw Ashraf uit Nederland, de kinderen Rahana, Wahida, Rahina, Rahul en Faisal. Usab ab khat pathais ab ek envelop, emen he 250 SRD, bale I paisa abikus me lagalio. I jon pakket he, I pathais palwar B Mohan Mulla, mevrouw Mohan Mulla ke जन्मदिन रहा 70 jaar ke bhai aur jo e packet hai e pathais ek palwar apna naam na mange tefi pe ma dil se ba jana jane ba aapka bole mafrau sadal acha bahut dhanyabad sabke itna mil gaya hum log ke Ja. Mevrouw Sadal is altijd iemand die heel weinig praat, maar ze zegt zeer dankbaar te zijn dat ze dit alles heeft mogen ontvangen. En daarvoor ook onze hartgrondige dank aan alle donateurs. Want ik blijf het zeggen, zonder uw donatie, zonder uw hulp kunnen wij anderen als mevrouw Sadal niet helpen in de gemeenschap. Acha, mevrouw Sadal, vindt ze het goed? Ja, wel dankbaar, bhai. Bedankt voor het willen kijken en met deze beelden zeggen wij dan dank en nogmaals dank aan mevrouw B. Mohan Mulla van de Walapastraat te Bloemendaal. Ter ere van haar 70ste jaardag heeft ze een aantal gezinnen blij gemaakt. Dank
dat u gekozen hebt voor TBN Yepide om gezinnen, aantal gezinnen te helpen in de gemeenschap. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar meneer Aziz Kedu. Ook hij is jarig geweest op 21 mei en hij heeft er een aantal zakken rijst van 10 kilo gedoneerd en ook nog enveloppes met inhoud. Onze hartgrondige dank aan meneer Aziz Kedu. Daarnaast alle andere donateurs die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van TBN Yepide aflevering 73. Bent u geïnspireerd geraakt? Wilt u ook anderen helpen in de gemeenschap? Neemt u contact op met TBN Yepide op de volgende telefoonnummers. 874x93, 874x93 en of 43-99-23, 43-99-23. Voor de mensen die willen gebruik maken van onze bankrekeningnummers om zo het geld te storten, alle informatie, dat krijgt u allemaal hier in beeld en u doet dan uw donatie. En voor wie u dat ook allemaal doet. Dit is het dan voor TBN Yepide, aflevering 73. Ik groet u ook namens cameraman Raj Mahangu. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.